Nou Mario, allereerst welkom op de Koper Amsterdam. Lekkere middagje voetbal kijken. Dankjewel. Nou, als ik het goed begrepen heb, dan gaat het door tot 11 uur vanavond. Dus ik heb met mijn vrouw gebeld en dan kom 12 uur thuis. Je komt niet thuis eten? Nee, absoluut niet. En dat is ook niet zo nodig, want kijk, de wedstrijden zijn nu al begonnen. En ik kijk altijd toch wel heel intensief. En kijk, net zoals nu tijdens dit interview ook, er wordt er bijna een doelpunt gemaakt. Dus je moet toch wel wat, één seconde missen. Dus ook op dit niveau kan er al in een wedstrijd heel veel gebeuren. Nou, op dit niveau, is er een beetje niveau hier volgens jou, op dit toernooi? Nou ja, ik heb vorige week Cruzeiro heb ik gezien bij het ADO jeugdtoernooi. Ik heb op het Teborg toernooi heb ik de Chinezen zien spelen. Oké, Ajax is natuurlijk normaliter goed niveau, ondanks ik begrepen heb dat er een aantal invallers, een aantal nieuwe testspelers bij lopen. Maar ja goed, dit is gewoon een toernooi waar een groot aantal sterren voor de toekomst gewoon aanwezig zijn. Dan is het gewoon leuk om dat een beetje te herkennen dat je al een beetje voor de muziek uitloopt. Nou, de mensen zullen jullie misschien wel kennen als scheidsrechter natuurlijk. Kijk je ook met specifieke blik naar de scheidsrechters op dit toernooi? Ja, kijk, 1-0. Er wordt ondertussen gescoord inderdaad. Nou, dat bedoel ik dat je altijd goed op moet letten. Daarom kijk ik zo naar zo. Kijk, als ik naar voetballen kijk, dan zie ik hoe de spelers staan, hoe de tactiek gespeeld wordt. In de zesde minuut van de eerste helft is 1-0 in het voordeel van Botafogo. Ja, en ook voor scheidsrechters is dit gewoon denk ik een goede leerschool om wat stapjes te maken in hun carrière. Ja, dat is inderdaad leuk. En wat verwacht je van de prestaties van de Nederlandse ploegen op dit toernooi? Ja, dat kan ik nu nog niet zeggen, omdat ik bijvoorbeeld Panathinaikos heb ik nog niet gezien. We zijn met de eerste wedstrijd bezig, dus dat kan ik nog niet inschatten. Maar het is altijd goed dat in ieder geval Nederlandse ploegen zich kunnen meten met buitenlandse topploegen. En dat is even afwachten.